onvoorwaardelijk accepteren van kinderen is wat ons bindt. We creëren ontwikkelingskansen in elke situatie. Ieder kind wordt gezien, met eigen kracht, eigen behoeften, met als doel zo zelfstandig mogelijk functioneren. Wij maken het verschil en staan voor dezelfde idealen. Met ouders, collega's en samenwerkingspartners realiseren we voor ieder kind optimaal onderwijsresultaat. Toegewijd, inspirerend en creatief. De kracht van speciaal is de kracht van de mensen die hier werken. Het zijn hele bevlogen mensen. Die werken echt ontzettend hard met heel veel passie. Passie voor het kind. Ieder kind telt mee. En voor ieder kind proberen we een goede plek te zijn waarbinnen ze zich kan ontwikkelen. Een goede, veilige omgeving. Want die veiligheid en die geborgenheid die ze moeten voelen en kunnen voelen hier, die is echt van belang. Wat je moet kunnen om resultaat te bereiken met onze kinderen is eigenlijk dat je aan moet kunnen sluiten op de werkelijke behoefte van een kind. Ja. En dat is niet altijd een behoefte in een goede rekenles of in een goede instructie van een bepaald probleem. Maar vaak zit hem in de laag eronder, waardoor je werkelijk aansluit, werkelijk contact kan maken. Kinderen die met vele teleurstellingen te maken hebben gehad in hun leven, zullen weer een kans moeten gaan geven aan jou. En je zult daar dus zo betrouwbaar voor moeten zijn en zo open voor moeten zijn. En eigenlijk is dat ook nog zo dat je verschil moet kunnen maken tussen de kinderen op zich. Dus stel dat wij één ding zouden beheersen als kwaliteit, dan zou dat te weinig zijn. Dan spreek je namelijk maar 5 kinderen aan in de groep. Ja. En wij hebben eigenlijk 5 of 6 manieren nodig per personeelslid wat met kinderen werkt. Ja, dan voel je zeg maar de onderkant van het zand. Ja, ik denk dat de kracht van speciaal is dat dat echt kinderen zien. Niet alleen het kijken, maar het ook echt zien van kinderen. Dus dat je het onderwijs op maat en daarin ook buiten je kaders kunt denken. De bestaande kaders die er nu zijn. Dat je ieder kind onderwijs kunt geven wat het nodig heeft om tot bloei te kunnen komen. Ik denk sowieso dat mensen in het speciaal onderwijs creatief zijn. Ik denk echt passie. Onze leerkrachten zijn heel erg voor de leerling. Ja. Hoe rot of hoe goed of wat dan ook. De volgende dag is weer een volgende dag. En dan beginnen we weer fris en fruitig. En gaan we weer voor de kansen die er liggen. Ik denk dat de kracht van speciaal binnen bijzonder onderwijs heel mooi is. Omdat je alle facetten raakt. Voor iedereen is er gewoon ruimte, juist om goed te kunnen kijken. Heeft deze leerling als behoeftes. Dus dat past het beste binnen die school, dat past het beste binnen die school. Juist dat stukje is denk ik de kracht van bijzonder onderwijs. Wat we er wel aan kunnen doen om passend onderwijs te laten slagen is de expertise juist die wij binnen bijzonder wijs hebben om dat juist naar het reguliere te gaan overbrengen. Het blijven leerlingen die speciaal behoeftig zijn. Goed, wij werken er al zoveel jaren mee, wij hebben er ervaring mee. Regulier onderwijs, vraag de speciale scholen naar de expertise die er is. Het zou fijn zijn als toch die speciale leerling en die speciale zorgleerling gewoon binnen bijzonder wijs nog steeds aanwezig is en het liefst gewoon geen leerling thuis. Dus of dat nou in het regulier, geen leerling thuis. En als het bijzonder wijs zich daar hard voor kan blijven maken. En nog over 5 jaar nog steeds de energie in kan steken. Dan denk ik dat dat een heel mooi ideaalbeeld is. Ik werk met de jonge risicokinderen. De kinderen komen heel divers op school binnen. Sommige kinderen komen van de basisschool, andere komen van Compaan en de Bocht weer, een ander van de Spreekhoren of van de Mathieuschool. Allerlei soorten. Dag!
Axel, kom maar kijken. Jij mag vandaag vertellen welke dag het is. De kinderen die hebben soms al een leertraject gehad in een gewone school, maar soms dus ook alleen nog maar dagbehandeling en hebben nog geen kennis gemaakt met school. En gaandeweg gaan we proberen om alle kleine vaardigheden bij te brengen. Ieder kind kan op het eigen niveau instromen en kijken wat er voor nodig is om het kind goed te laten voelen en daarna te laten ontwikkelen binnen de mogelijkheden. Ik werk ontzettend graag met deze kinderen, deze jonge, pure kinderen van 4, 5, 6 jaar. En dat ze dan in de klas komen en dat je ze een fijn gevoel kan geven. En dat ze zich op school gewaardeerd voelen om wie ze zijn en dat ze er mogen zijn. En met al wat ze kunnen en niet kunnen, maar vooral met wat ze wel kunnen. Dat ze bij mij in de klas komen en graag naar school gaan. En dan denk ik, ja, dan beteken ik iets voor de kinderen. Daarvoor mogen zorgen, heel de week, ja, dat is mooi. Ping, ping, iedereen is binnen. Oei en Fanny! Heel goed, 9 is verliefd op 1. Wie is dan verliefd op 7? En dan schrijf jij op hoe je erop hoort. Wie is dan verliefd op 4? Heel goed. Ze hebben er inderdaad al 2. Wat staat er? Wat moet je daarbij doen? 7 eraf. Dat is moeilijk. 3. Denken jullie dat jullie deze opdracht zelf kunnen? Maar durf je wel weer een moeilijkere eierdoos te maken? Sommige kinderen zijn verder. En ik wil dat jij deze afkrijgt. En dan nog 2. Ik moet Robbie. 6, 7, 8. Iemand vragen stellen, zodat de ander kan antwoorden. En vrolijk zijn, een goed humeur bingo hebben. Jij hebt als eerste de bingo. Van harte proficiat met deze eer. Dan ga je een woord met in tweetallen uitwerken. Hier schrijf je jouw woord. Dan wil ik Daan en Sander vandaag aan de instructietafel hebben. Natuurlijk bij het gele kaartje. Is mijn tafel verder leeg? Nee. Staan mijn voeten goed op de grond? Dan mag je nog even als hulpmiddeltje gebruiken. Die kunnen we gewoon inlijsten. Zo mooi. Deze bladzijde, die krijg je van mij cadeau. Yes. Die hoef je niet te maken de volgende keer. We gaan er wat snel doorheen. Ja? Met de stikstofkringloop is het zo en de koolstofkringloop. Nou, andere organische stoffen kunnen deze organische stoffen in consument worden. Leg mij dat uit. Die glucose wordt dan omgezet naar aminozuren, wordt omgezet naar plantaardige eiwitten. Heel goed. Ik kom ondertussen nog even kijken of iedereen zover is met de andere opdrachten. Netjes voor 2 jongen. Heel netjes. Zelfs 51,3 voor de duidelijkheid. En vervolgens gaan jullie zelfstandig aan het werk. En kijk, als je alleen maar die vermenigvuldiging doet, is het 2786. Jullie hebben een stukje instructie gehad over 8.4, dat hebben we samen geoefend. Wat vond je daarvan? Hartelijk welkom hier op het Praktijkcollege Tilburg. Ongeveer 5 jaar geleden zijn de meesten bij ons op school gekomen. En natuurlijk, ze staan pas aan het begin van hun carrière. Maar goed, deze stap hebben ze alvast gemaakt. Hij heeft dit jaar ook al een aantal certificaten gehaald. Elke leerling is anders en op iedereen proberen wij op maat iets aan te bieden. En voor Wendy was dat in dit geval het speciale traject wat we samen met de ouders en Wendy hebben uitgekozen. En dat is eigenlijk best goed gelukt, hè? Yeah. Want je hebt het gehaald. Yes, dank je. Valentino heeft ook bij ons in de topklasje gezeten. Gaat ook volgend jaar, is aangenomen bij AKA. Wij gaan jullie nog 2 jaar volgen. Wij houden nog contact. We kijken nog of jullie de goede weg die jullie nu ingeslagen hebben ook voort gaan zetten.
De grote aardappelen, die gaan we zo schillen. Puree, ja? De relatie met de stageaanbieder is ontstaan vanuit onze behoefte om een werkplek te hebben die net wat meer vraagt van de leerling dan hier op school. Want het is in de ontwikkeling zo dat een leerling hier op school eerst leert om taakjes en opdrachtjes uit te voeren. Daarna gaat hij hier op school interne stages doen. En vanuit die tak zou het mooi kunnen zijn om door te bouwen naar een zelfstandige stageplaats. En dan is het mooi als een leerling daar nog niet helemaal aan toe is om dat samen met een docent te gaan doen op de werkvloer. Dus de veiligheid van de docent die je kent, neem je mee naar de plaats die nieuw is. Wij gaan vandaag als doel gaan wij een vegetarische basisschotel maken. Netjes en correct werken. En ze inderdaad te prepareren, het kennis te laten maken met de werkvloer. En dat gebeurt nog beschermd, maar het is wel de opstap naar zelfstandig ergens te gaan werken. Dat vind ik een ontzettend pluspunt van jou. Ja? Niet onzeker zijn. Laat het gewoon gebeuren. Ja, het is ook wel uniek dat de organisatie Smaakmakers daar ook heel erg voor open staat. Van de overstap van het vakonderwijs naar stagebegeleiding vond ik ontzettend leuk en ook een logische stap. Wat kan ik nou een leerling bijbrengen waar hij iets in zijn toekomstige leven aan heeft? En bij vakonderwijs is dat heel duidelijk. Ik bedoel, als jij jezelf in de keuken weet te bewegen, je kunt koffie zetten, thee zetten, het zijn maar hele kleine dingen. Hè, als er iemand op bezoek komt en dat stukje gastvrijheid leerlingen kan bijbrengen, dat is al een hele mooie stap. Het lijkt iets heel kleins, maar wel heel belangrijk. En daarnaast een stukje zelfredzaamheid. Kookles is vooral gericht op wonen, ook wel een stukje op arbeid. En de arbeidstoeleiding, dan ga je weer een stapje verder. Wat kan ik bijdragen aan een mooie toekomst voor de leerling? Ik denk sterke punten zijn openstaan voor iedere leerling die hier binnenstapt. Er zijn veel projecten hier binnen Tilburg, of veel evenementen, waar wij ook als school proberen met de leerlingen toe te stappen. En ook daar staan veel collega's voor open. Waar ik veel energie van krijg is als ik zie dat leerlingen stralend terugkomen na een dag stage lopen. Als ik zie dat leerlingen op hun plek zitten, als ze een goed gevoel over zichzelf krijgen. Maar ook ouders die in een keer talent in hun kind gaan zien en gaan zien dat ook voor hun kind een goede plek te vinden is na de schoolse periode. Dat geeft mij een goed gevoel. Eet smakelijk! Teach is een systeem wat je kunt gebruiken om je les aan vast te hangen. Dus je richt je klas in volgens Teach. Je hebt daarin contact met ouders, je voorstructurering en dergelijke allemaal. En dat zet je neer voor een heel jaar. Iedere situatie wordt individueel bekeken en alles wordt voorgeprogrammeerd. Ze hebben een eigen lesprogramma. Veel wordt er gevraagd van zelfstandigheid. Iedere leerling die heel veel structuur en heel veel duidelijkheid behoeft, zit in zo'n groep. En dat kan zijn van een ontwikkelingsniveau van 18 maanden tot een IQ van 92. En dat maakt het bijzonder. Nou, ik. Fruit. Heel goed, gaan we pakken. Wat ik wil bijdragen is dat ik de leerlingen die nu in het speciaal onderwijs extra behoeftig zijn, om zo goed mogelijk in de maatschappij zich te redden. Omdat ze allemaal autisme hebben, wil ik dus eigenlijk dat ze veelal kunnen omgaan met alles wat er in deze maatschappij gebeurt. Kwaliteit binnen onze speciale groepen denk ik juist is dat iedere leerling met
welke problematiek dan ook op zijn of haar manier het onderwijs krijgt wat hij nodig heeft. En dat je dat dus echt alles aan hebt gedaan. Klas. Klap. Wie heeft enig idee waarom ik me zo zou voelen? Het voordeel van Keiko is in mijn ogen dat op dit moment de verdieping ook meer plaatsvindt binnen het onderwijs. Er is een methodiek, leefstijl, die gegeven wordt voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Ja. Ja, en daar worden dingen aangestipt en er worden dingen in opdrachten en in spelvorm gedaan. Maar veel van de kinderen die op de keizer zitten hebben herhaling en herhaling en nog meer herhaling nodig. En dat is het voordeel van Keiko, dat je daar ook de tijd en de ruimte voor hebt om dat ook te gaan bieden en geven. Zou jij als eerste je wasmaker op willen hangen en willen zeggen hoe het was op de groep, hoe jij je voelde? En dan zie je ook vanuit school is alles heel erg gestructureerd en regeltjes en picto's en iedereen weet waar die aan toe is. En dat is ook belangrijk voor deze doelgroep kinderen. En een ander voorbeeld is gewoon ook dat we met de drie disciplines eigenlijk zo samenwerken. Met ouders, begeleiding en leerkracht. Dat je allemaal... Dat heel intensief. Ja, heel intensief. Ga jij winnen, Tim? Ja, ik denk het wel. Ik heb er al twee op. Misschien dat ik ook nog wel kan winnen. Ik denk dat de meerwaarde ook is dat het nu op school is. Ja. In een veilige situatie waar ze al bekend waren. Ja. En dat Keiko ook echt het samenwerking is van Keiko en Compaan. En dat het niet alleen bij het een of bij de ander ligt. Maar dat we samen ervoor gaan staan voor de klas en voor de verdieping op sociaal en emotioneel gebied. Ja, we hebben verschillende fases en de kinderen die hier komen, die beginnen in de veilige fase. Dan zitten ze vooral nog in de behandeling. En daarna, als ze bedenken van nou, ze zijn wel toe aan iets van onderwijs, dan gaan ze naar de omslagfase. Dan kunnen ze dagdelen in het klasje, noemen wij dat dan, volgen. En als dat goed gaat, gaan ze uiteindelijk naar de taakgerichte fase. Dus ze kunnen, en dan zitten ze volledig in het onderwijs. En daarnaast vind ik de combinatie ook heel leuk met ouders en kinderen samen te werken. Dus echt met het gezin en ook de ouders een stukje toch te kunnen begeleiden. En dingen die we hier oefenen. Met kinderen, die proberen we ook dat ouders die thuis gaan oefenen. Dus daarom is het juist zo belangrijk. En wij zeggen ook, we hebben die ouders ook gewoon nodig. Want het gezin om het kind heen, het netwerk eromheen, dat is gewoon heel belangrijk. We hebben ook inderdaad heel vaak angstige kinderen gehad die helemaal vast waren gelopen. En als je die dan gewoon heel blij buiten ziet spelen, nog niet eens op didactisch gebied... Maar gewoon lekker in een vel zitten en dat veilige gevoel weer terug hebben. Ja, dan ben ik gewoon dik tevreden. Het kind zit gewoon goed in zijn vel. Ja, dat is toch wat elke ouder wil. En wij ook. Ja. Kies er maar eens eentje uit, want jij had heel knap gewerkt. Hè? En welke kast moet jij de volgende keer nou gaan kiezen? Rood! We nemen de dag even door en Siebe, als hulp, je mag voorlezen. Ja, je wil iets betekenen in een fase van het leven van een kind. Daarin ben ik in principe leerkracht. Maar dat is voor sommige kinderen eigenlijk soms nog te weinig. Met deze kinderen is het in die zin zo vastgelopen dat het niet alleen maar nodig was om een kind een aparte school te geven. Maar juist op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en... Vooral vaak ook relatie thuis, om dat op orde te krijgen. Dus dat is eigenlijk, de hulpvraag is groter dan alleen maar een schoolaanpassing. Dus je zei dat met geen boze stem, echt wel, maar wel met een beetje een hardere stem. Ja. Op welke manier was dat? Leeuwpauw of schildpad? Pauw. Op de pauwmanier. Oké.
Hartstikke goed gedaan. Zij deed ook echt onderwijszorgarrangement, daar staat OZA voor. Dus echt gecombineerd. Dus echt in tijdens schooltijd krijgen kinderen ook behandeling. Ik ben ooit begonnen omdat ik het interessant vind als het bij kinderen niet vanzelf gaat. Bij de meeste kinderen bestaat er een hoeveelheid nieuwsgierigheid, een gezonde hoeveelheid interesse. En als kinderen dus dwars zijn of dingen niet willen leren of zich er niet toe kunnen zetten, dan vind ik het eigenlijk pas interessant worden. Wat ga jij nou doen als jij zo meteen een beetje spanning hebt? Dan ga ik gewoon zo denken, zo van ik kan het en het is niet erg als ik fout maakt. Nou, succes dan. Komt goed. Komt goed. Zij staan nog zo aan het begin van hun leven. En als ze al op zo'n jonge leeftijd vastlopen, dat je dan ook echt gaat kijken hoe ze zich toch op een zo goed mogelijke manier toch kunnen ontwikkelen eigenlijk. Okay. Gewoon naar de grenzen van elkaar luisteren. Oké, okay, hartstikke goed, Sibbe. Ik vind het belangrijk dat ze gewoon inderdaad gewoon lekker kind kunnen zijn. Ja. We staan voor het versterken van eigen kunnen, eigen waarde. Vergroten van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. We leiden kinderen op binnen de leefsferen werk, wonen en vrije tijd. En koppelen welbevinden en maximale opbrengst. Samen met onze partners werken we aan voortdurende professionalisering. Met een eigen expertisedienst bieden we onderzoek, workshops en trainingen. Zo leren we collega's om te gaan met verschillen in de klas, om planmatig te werken aan leerlingzorg en klassenmanagement. We hebben gekozen voor de kracht van speciaal als naam voor de expertisedienst, omdat dat motto is van de stichting. We hebben daarin gemeend te zeggen dat onze stichting staat voor de speciale leerling, maar de expertisedienst brengt de expertise van het speciale onderwijs ook naar het reguliere. Daarin zijn wij denk ik krachtig en brengen wij naar buiten toe de kracht van speciaal. En daarom hebben we gekozen voor de expertisedienst dezelfde titel te hanteren. De expertisedienst fungeert in principe tweeledig. Die fungeert naar buiten als we brengen de speciale kennis van het speciaal onderwijs brengen we naar het reguliere. Dat doen we omdat blijkt dat scholen tekort hebben in de expertise om met kinderen om te kunnen gaan die een bepaalde stoornis hebben. Tegenwoordig noemen we het onderwijsbehoeften. En met betrekking tot passend onderwijs hebben scholen behoefte aan die speciale kennis. Daarnaast brengen wij binnen onze eigen speciale scholen de mensen met elkaar in contact om expertise te delen en ervoor te zorgen dat een leerling op de juiste plek binnen de stichting komt. We zitten met een groep kinderen hier op school. Die hebben lagere capaciteiten dan gemiddeld. Die hebben allemaal een onderzoek gehad. En wij zijn van mening dat deze kinderen misschien op een SBO goed terecht zouden zijn. Maar ouders hebben daar wel moeite mee. Die hebben liever dat kinderen binnen het reguliere blijven. En gelukkig is de stem van de ouders heel belangrijk. En zo ben ik eigenlijk in beeld gekomen van, goh, kun je ook iets op teamniveau daarmee? Het is meer vanuit de vraag van de leerkrachten die bij mij komen. Ze weten dat ze daarin mij kunnen bevragen. En dan kijken we samen wat mogelijk is. Dus het is een hele andere manier van werken. Maar wel een hele leuke manier van werken. Omdat je ziet het groeien binnen een school. Zij kunnen dit straks alleen. Dan hebben ze mij... Ik heb nu al het gevoel van ze hebben mij niet meer zo nodig. Ja, het geeft ook wel aan. Dit werkt, vind ik. De rol van het kind en van de ouder vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Omdat je de ouder, die heb je nodig als expert. Hè? Zij kennen hun kind het beste, zij weten wat er nodig is. Maar ook vanuit een wens voor op de korte termijn, maar ook in de toekomst. Wat willen zij graag? Wat zouden zij hun kind wensen? Is ook eigenlijk altijd een vraag die ik standaard stel van wat wens je voor je kind? Deze sommen zitten ook hierin. Wauw, hartstikke goed.
Het was een hele goede ontdekking die we nou gedaan hebben. We gaan kijken of die volgende week nog steeds klopt. We werken vandaag al aan het bijzonderwijs van morgen. Om nog meer vraaggestuurd en thuisnabij onderwijs te bieden, ontwikkelen we nu nieuw aanbod en nieuwe mogelijkheden. Met onze eigen experts en in samenwerking met het regulier onderwijs. De kracht van speciaal zit in het hart van onze mensen. Herken je in bevlogenheid en vertrouwen. Maar bovenal in onze diepgaande kennis en vaardigheden. Onze inzet is een passende toekomst voor elk kind. Met diploma, arbeid of dagbesteding. En als het kan, een overstap naar basisonderwijs of voortgezet onderwijs.